Hallo, met dit filmpje laat ik jullie zien hoe je een formulier maakt, een enquête met Google Docs. Eerst meld je je aan bij je Google account. Daarna ga je naar meer documenten. Je gaat een nieuw formulier maken. Eerst kies je een titel voor het formulier. In mijn geval marktonderzoek technologie. In dit vak kun je wat tekst toevoegen over de reden van het marktonderzoek. Bijvoorbeeld vanaf hier kun je dan je vragen invoeren. Hier de titel van de vraag, hier eventueel een hulptekst en hier kun je kiezen uit verschillende soorten vragen. Nou, ik ga eerst een meerkeuzevraag maken. Wat? Opties. Met dit vinkje kun je aangeven of het een vereiste vraag is wanneer de persoon het invult. Nou, dat doe ik natuurlijk. Nou, je ziet nu dat de eerste vraag erin staat. Dan ga je verder met de volgende vraag. Met het potloodje ga je hem aanpassen. Nou, bijvoorbeeld iets over de leeftijd. Hiervan maak ik een vraag met een lijst. Dit wordt voor mij een vereiste vraag. Je ziet nu de lijst. Nou, zo kun je veel meer vragen maken. Met item toevoegen kun je verschillende soorten vragen kiezen. En je kunt natuurlijk dit ook later weer aanpassen met het potloodje wat je hier dus ziet. Vraag weggooien doe je met het prullenbakje. Ook kunnen we het thema aanpassen. Dus dan ziet het er wat leuker uit. Nou, bijvoorbeeld deze. Zie je dat? Nu is het heel anders toepassen. Nou, als het formulier helemaal klaar is, je hebt alle vragen ingevoerd, ga je natuurlijk het formulier mailen naar iedereen die je wil dat het vragenlijst invoert. Nou, het makkelijke is om je het eerst even aan jezelf te mailen, zodat je daarna via andere media kunt verspreiden. Dus in dit geval even naar mijn eigen mailadres. Het formulier voeg ik toe aan de mail en ik verzend het. Goed. Door op deze link te klikken kun je zien hoe het eruit ziet als je het in gaat voeren. Nou, dit krijg ik dus te zien en dan kan ik dus de vragen invullen. Ik ben een man, mijn leeftijd en ik stuur het in. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, hoe zie je nu wat er ingevoerd is? Als je weer ingelogd bent, kun je hierop klikken en dan zie je dat de eerste persoon iets ingevuld heeft. Nou, hoe kun je nou weer je formulier aanpassen? Door op Form, Edit Form te klikken. Nou, dan kun je weer dus eventueel dingen aanpassen. Ook hier zie je direct de link naar de samenvatting. Kijk, dan zie je dus allerlei grafiekjes. Kun je er ook uithalen. Het is hartstikke leuk om aan je verslag toe te voegen. Nou, zo kun je dat blijven aanpassen en uiteindelijk moet je natuurlijk een conclusie trekken uit je marktonderzoek van welke producten ga ik verkopen enzovoort enzovoort. Nou, ik hoop dat jullie dit verder helpt om het goed te maken.